Hier hebben ze een gaatje geboord. Je ziet er heel weinig van. Op een of andere manier kunnen ze zo naar binnen gaan met een steeltje. En de sleutel wat zeg maar in het slot zat, die wordt op een andere manier omgedraaid. Enkele seconden en de deur gaat open. 6 inbraken in 2 straten. Bewoners van de Dovenetel en de Boterbloem waren maandagnacht aan de beurt. De angst zit er bij sommige bewoners goed in. Slachtoffers willen alleen onherkenbaar hun verhaal kwijt. Ons jongst had vannacht echt nachtmerries. Badend in het zweet werd hij wakker en gillend. En misschien ook omdat het de tweede keer is dat je nu toch denkt van ja, jullie kunnen mooi praten papa en mama, maar ze komen wel terug. En dat is wel naar idee. Burgemeester Hofland van Rijsseholte baalt enorm. Begin dit jaar start hij een project dat het aantal inbraken fors moest terugdringen. Aan onder meer buitendienstmedewerkers werd gevraagd extra alert te zijn op verdachte situaties. Dat gaat op zichzelf redelijk op dit moment. Ja, en dan verwacht je eigenlijk niet dat dit zo uit de hand loopt op één nacht. Wij zien in de inbraakcijfers dat we ongeveer stabiliseren op het niveau van 2012. Dat niveau vonden en vinden we te hoog, dus wij zouden dat graag omlaag zien. Vandaar dat we ook een oproep hebben gedaan aan burgers en instanties om alert te zijn. We merken dat dat wel succes heeft. En daarom valt het me zo vies tegen dat dit vannacht gebeurd is. De inbrekers hebben in Rijssen portemonnees van kinderen leeggeroofd en laptops, iPads en telefoons gestolen. Wat ze meenemen kunnen hun verkopen. Nou, we laten ze voor een laptop 100 euro krijgen. Wij moeten nieuwe kopen voor 600 euro. Dus ik denk ook, wat heb je eraan? Je brengt schade toe en je hebt in totaal misschien 250 euro wat je kunt ophalen op de zwarte markt. Ja, je hebt geen idee wat je mensen aandoet. Echt niet. Nee. Gewoon dat je niet meer veilig voelt in je eigen omgeving. Dat is denk ik het ergste. Ja.